waar alle slaginstrumenten aan bod kwamen. Twee jaar daarna, in 2014, was er Woede Music, waar de leerlingen vooral gewerkt hadden rond de marimba. Vandaag zijn we hier samen voor Visual Drumming, waarin we werken rond drie concepten. Met het idee, het oog wil ook eens wat, vertrok ik dit keer van het visuele. Ik brak er mijn hoofd over hoe we dit concept wat verrassend konden maken om zo meerdere zintuigen te prikkelen. Verrassend om te kijken, maar ook verrassend qua instrumentaria. Als slagmaker heb je immers één voordeel. Je kan van alles om je heen een instrument maken. En toen dacht ik aan al dat instrumentgesleur van de vorige concerten. En hoe ik dat kon vermijden. En of het niet lukt kon zijn om dat ene instrument met meerdere tegelijk te bespelen. Het volgende werk, dat is Kleine Circuspony door Zivkovic, is voor jullie ondertussen wellicht een gekend tune. Want wie bij mij slagwerklessen volgt, zal wellicht ooit in het verleden dit werkje voorgeschoteld gekregen hebben. Graag een applaus voor Marie, Thijs en mezelf met Das kleine Circus.